De Olympische Spelen zijn ver weg voor Renate Groenewold. De TVM-rijdster slaagde er tijdens het OKT in Heerenveen niet in zich te kwalificeren op de 3000 meter. Knap vervelend, maar ik kan er niks anders van maken, Harm. Waar zou het aan kunnen liggen? Heb je die operaties onderschat? Nee, ik weet niet of dat onderschat is. Die dingen, die operaties moesten gewoon. En anders zou ik helemaal geen kans meer hebben. En ja, ik kan mezelf niks kwalijk nemen, maar het was hem het gewoon absoluut niet. Wat ik zo knap vind, je gaat er zo relaxed nu om. Van buiten. Van binnen dan is het aardig onrustig. Hoe nu verder? Ja, weet ik niet. Ik moet zo eerst maar eens even rustig met Gerard gaan praten. En dan moet ik maar eens verder kijken. Heb je geen idee wat? Oh, er zijn van allerlei ideeën. Mijn kop die draait op dit moment overuren, dus er gaat van alles door mijn kop heen. En ik denk dat het eerst zaak is om dat eens even goed allemaal op een rijtje te zetten. Geen overhaaste beslissingen? Nee, ja, dat is gewoon niet verstandig. Weet je, in de emotie van de wedstrijd en hoe dingen nu gaan, dan gaan er van allerlei dingen in je kop rond. En dan moet je niet nu keihard dingen gaan roepen, maar het is gewoon nu zaak om, om dingen op een rijtje te gaan zetten. Je had vooraf wel vertrouwen erin, vanochtend althans. Ja, dat klopt. En de hele week loopt het ook best wel. En, maar ja, goed, de wedstrijd wordt niet gewonnen op technisch schaatsen. Het moet nog moet gewoon gebeuren op wedstrijdsnelheid. En blijkbaar kan het lijf dat gewoon niet aan.